Uh, wat toen. Uh, leek. was. of bleek? Leek. Mm -hmm. was dat. Uh, ik. Uh, in één jaar. de Nederlandse taal. blijkbaar zo wel had geleerd. Um, met een hele lieve vrouw. uit uh, Nederland. die toen getrouwd was. met een. Uh, met een uh, man van, uh, daar Kierksee on. Ja, dat is ergens Algoy, I think. Ik oh ja, weet het niet precies. Nou. En uh, zij ging, geloof ik, daarna terug naar uh, Nederland, heb ik gehoord. En um, ja, ik, uh, het is, ja, daar heb ik een paar herinneringen aan een paar mensen. Ja, heel goede herinneringen. En uh, toen ik na één jaar had ik Nederland, Nederlands geleerd in uh, Duitsland, moest ik een tentamen halen om überhaupt, uh, te, uh, überhaupt te mogen uh, uh, gaan studeren in Groningen. En dan had ik uh, mezelf wel voorbereid op uh, dat tentamen, want ik wist ja dat is wel redelijk moeilijk. En dat heb ik uh, geleerd uh, met, uh, uh, ik heb gelezen heel veel kranten, Volkskrant en uh, hoe heette die anderen? ja, dat weet je wel. En dan heb ik uh, natuurlijk uh, op televisie, heb ik altijd gekeken uh, met ondertitels, Ja, heb ik gelezen heel veel. En uh, ja, en blijkbaar, en ik had ook heel veel geleerd natuurlijk. En toen had ik dat tentamen en haalde dat tentamen met, ik geloof, met uh, 99% van 100 mogelijke procent. En ik heb dat nooit vergeten, want die vrouw die dat tentamen met mij uh, doorvoerde, want zij uh, gaf mij een tekst over de uh, weet je, uh, the union. the unions in uh, Nederland. En dat was een redelijk moeilijke tekst, dacht ik, ja. En dat heb ik heel goed gehad en daarna heb ik zei, ja dat wij hebben zo'n